Er zit inderdaad tobacco in, dat is tabak. En dit, jongens, dit is echt mijn nieuwe B. Dit is zo geweldig, hij is al bijna op. Dit is echt... En welkom bij een nieuwe video hier op Anders Games. Het is weer tijd voor een favoriete video. En als je niet weet wat dat is, het is zeg maar alles wat ik erg leuk vond. Dus deze sjaal vond ik hartstikke leuk in november. Dan laat ik hem zien in deze video in december. Het zijn gewoon dingen die ik hartstikke leuk vond in de maand november. En die laat ik nu zien omdat de maand november voorbij is. Oké, let's go! Doe alvast een duimpje omhoog als je er heel veel zin in hebt. En ik kreeg namelijk superveel vragen naar deze soort video. Want het is nu alweer de helft van... december. Hallo, Roy, je bent een beetje laat. Maar ik dacht van, weet je, ik heb niet heel erg veel leuke dingetjes om te laten zien in deze soort video. Omdat ik niet heel veel dingen heb gekocht in november. Maar eigenlijk heb ik dat best wel veel eigenlijk gekocht. En heel veel van jullie wilden graag deze video zien. Dus laten we het doen. Op jullie verzoek. Oh ja, en als je je afvraagt van, Roy, waarom zit je zo dichtbij? Nou, dat doe ik voor mijn achtergrond, want dan is het heel erg mooi met die lampjes zo. Dus laten we eerst beginnen bij kleding. En bij kleding zeg ik ook deze sjaal. En deze sjaal is letterlijk... Ik weet niet waar die van is. Er staat geen merk op. Maar dit is echt de lekkerste sjaal ooit van mijn leven. Het is echt zo'n lekker ding. Ik heb hem gewoon lekker zo om. Gewoon dus lekker met twee dingetjes zo lekker naar beneden hangen. Of ik heb deze zo hangen. En dan heb ik hem lekker zo. En het was heerlijk, want ik ben naar Zwitserland geweest. Als je nog niet wist. Ik heb er niet gevlogd helaas. Sorry daarvoor. Maar het was wel heel erg leuk. En ik heb ook gewoon... Het was eigenlijk gewoon school. Dus het was eigenlijk een soort uitwisseling project met Zwitserse studenten. Dus ik kon daar ook niet echt vloggen. Ik heb gewoon weer gewerkt aan een soort schoolopdracht. Dus maar deze sjaal heb ik daar ook heel veel gedragen. En het was echt gewoon heel erg fijn, deze sjaal. En het staat ook leuk bij elke look. Weet je, ja, niet bij dit, want ik heb een trui aan met een capuchon. Maar weet je, heerlijk ding. Ik weet niet waar die vandaan komt, maar mijn moeder heeft hem gegeven. En volgens mij komt hij gewoon uit ergens uit een la of zo, I don't know. Maar het is een heerlijke sjaal. Het volgende is dit t-shirt. En misschien heb je die al vaker voorbij zien komen. Nee, het is geen pyjama shirt. Het lijkt net een pyjama shirt vanaf op de camera. Maar het is dit gestreepte shirt. Bordeaux rode streepjes met grijs. En het is van Abercrombie & Fitch. Maar jongens, dit shirt is echt... Ik weet niet, ik heb hem zo vaak aan. Omdat ik hem zo lekker vind zitten. Hij zit lekker en hij staat leuk op gewoon op een spijkerbroek. En ik weet niet, het is gewoon lekker mijn. En het is nu gewoon een beetje een Roy shirt. Dus, en het heeft streepjes. Als je het nog kent van video's van vroeger, droeg ik ook toen altijd streepjes. En ik bedenk me nu dat ik het ook nu doe. Oké, nou, laten we doorgaan. Ook vind ik deze trui heel erg leuk. En die heb je misschien ook wel eens in een video voorzien voorbij komen. Deze trui is niet van mijzelf. Deze trui is van Kai. En die heeft zijn vader gekocht in Amerika in Indianapolis. Oké, maar ik weet niet wat er is met deze trui. Hij is een beetje cropped. Een crop top, nee, een crop trui. En dan zijn de mouwen, die zijn juist heel breed. En ik weet niet waarom, maar het zit heerlijk. En ik weet niet, ik voel me heel comfortabel in. En het staat ook nog stylish. En het lijkt net alsof ik uit Amerika kom. Indianapolis, oké. Stiekem heb ik hem een soort van beetje gejat van Kai. Maar hij had ook mijn kleren. Dus zo kunnen we het wissen. Heel fijn als je een vriendje hebt, jongen. Dan gaan we door naar de geurkaars. En ik heb er twee voor deze keer. En deze twee zijn van het merk PF Kendall Co. En deze kan je ook kopen in de Urban Outfitters. Daar hebben ze misschien wel eens voorbij zien komen. Dat zijn deze soort apotheekpotjes. Met een heel mooi label erop. En het ziet er, ja, gewoon zo uit. Heel erg mooi. En ik heb er twee geuren van. En ik heb er ook geurstokjes van. Dat zijn deze. En dit is in de geur Teakwood en Tabak. En dit is hun populairste geur. En dit is echt zo erg lekker. Ik weet niet hoe ik dit uit moet leggen. Er zit inderdaad tobacco in. En dat is tabak. Het is dus niet als een sigaret. Maar het is dus een heel... Ik weet niet. Het is zo bijzondere geur dit. Deze geurstokjes staan dus gewoon in mijn kamer. Dus heel mijn kamer ook naar dit. Dus ontzettend lekker. En daarnaast heb ik daar ook van datzelfde merk twee geurkaarsen met de geur Golden Coast. En dit, de website zei, dit ruikt naar Californië. Dus ook wel Los Angeles of gewoon de linkerkant van Amerika. Daar wil ik heel graag heen, naar Californië. Vooral Los Angeles. En deze geur, jongens, ik had Californië ook zo verwacht. Het ruikt naar het strand. Het ruikt heel, weet ik niet, heel zomers. Het is echt een zomerse geur. Ik weet niet waarom ik hem dan nu heb. Maar ik wil hem al zo graag hebben. Dus die heb ik. En deze is ook mijn favoriet. En dit is Orange Cardamom. En dit is hun winterse geur. En dit is sinaasappels met cardamom. En dat is een beetje een soort kruidigachtig iets. Je kan het een beetje vergelijken met een soort kaneel. Maar dan iets anders. En er zit hier ook kaneel in. En ook kruidnagel. En dit is echt, dit is letterlijk kerst in een potje. Ik heb dat ook wel eens in een vlog gezegd. Maar dit is echt zo'n lekkere geur. Het laatste met geuren is Jo Malone. En ik weet niet of jullie dat wisten. Maar ik ben een beetje verslaafd
aan Jo Malone. Het is een heel duur merk wat ze ook verkopen in de Bijenkorf, maar ook bij Douglas Online. Maar het komt dus uit Engeland en het ziet er zo uit. Het is heel erg schattig. En dit is dus een luchtje. En dit luchtje heet Pomegranate Noir. En dat is letterlijk de geur. En het ruikt een beetje naar granaatappel. Maar dan een beetje een luxe versie daarvan. En er zit ook roze peper in. En ook nog wat anders. Ik weet niet wat het is, maar dit is zo lekker. Dus als je me ooit op straat ruikt, dan heb ik dit op. Ik heb even mijn Aldi's Games Mints afgedaan. Als je deze nou ook trouwens wil kopen voor de kerst, dan moet je wel even opschieten. Want voordat je het weet, is het alweer kerst. En dan ben je te laat met het kopen van deze hele goede Aldi's Games kerstmuts. Het linkje daarvan zal hier ook in de beschrijving staan. Hij is geen eens zo duur, dus koop hem lekker. Maar ik heb ook mijn muts even afgedaan omdat ik nu mijn haarproducten ga laten zien. En nou ja, ook wel de favoriete haarproducten van de maand. Want ik heb een bestelling gedaan bij Moroccan Oil. En dat ziet er zo uit. Je kan het ook wel Marokkanenolie noemen, maar het heet dus Moroccan Oil. En daarvan heb ik dit hele kleine, schattige, leuke, glazen dingetje. En dit is Moroccan Oil Treatment. En dit is een soort olie, letterlijk arganolie. En dat doe je een heel klein beetje op je hand. En dan doe je door je haar. En hierdoor hoef ik mijn haar dus niet te wassen. Dit is letterlijk, hier maakt je haar zo zacht mee, jongens. En het ruikt ontzettend lekker. En het is ook een beetje, je kan er steeds meer mee doen. Het is niet echt slap en futloos. Het geeft meer een soort boost in je haar. Het is heel erg fijn. En het is geschikt voor ieder haartype. Dus dat is ook nog helemaal geweldig. Maar het is hartstikke duur. Over Moroccan Oil heb ik dit. En dit is Moroccan Oil Root Boost. En dit doe je als je je haar hebt gewassen. Of het is helemaal nat. Dan doe je dit er zo in. Zo. En dan ga je met de föhn ga je zo blazen. En het heet Root Boost omdat je wortels zeg maar open gaan. En je krijgt er wat dikker haar van. En het gaat meer omhoog staan. En dat is natuurlijk wel beter voor mijn kapsel. Kijk, je ziet het ook hier. Dit ding komt door Root Boost. Dat staat nu constant omhoog. Dus dat is echt geniaal. En dit jongens, dit is echt mijn nieuwe B. Dit is zo geweldig. Hij is al bijna op. Dit is echt mijn trots. Dit is mijn B. Dit is mijn alles. Dit is mijn next geurkaart. Aha. Maar dit is Moroccan Oil Dry Texture Spray. En als je dit in je haar doet, je krijgt er echt maar een soort droog gevoel van in je haar. En ik weet niet of je dat nu ziet, maar mijn haar lijkt nu een beetje droog. Maar als ik het in doe, misschien zie je nu geen verschil omdat het eventjes in moet werken. Maar het voelt ook, je haar voelt wat stugger aan. En het gaat ook meer omhoog staan. En het is perfect voor mijn look, voor mijn haar. Dus dat is echt, och. Dit jongens, dit is geweldig. Maar jongens, Moroccan Oil, het is hartstikke goed product. Maar het is zo ontzettend duur. Eén zo'n fles is €21. Deze ook. En dit flesje is €16,80. Dit kleine dingetje. Ook al heb je een heel klein beetje nodig. Ik doe hier super lang mee. Maar het is ontzettend duur. Maar het werkt zo goed. En als laatste heb ik niet mijn oortjes. Nee, dat heb ik niet. Want ik heb mijn muziektip van de maand. Waar is mijn mobiel? Ik ben mijn mobiel kwijt, jongens. Waar is die? Hallo, waar ben je? Mijn favoriete liedje van deze maand november is Fire to Me door Anoushka. En die heb ik ook al laten horen in mijn vorige vlog. Want jongens, dat liedje, dat verdient echt een shout-out. Want dat liedje is zo ontzettend goed. Echt. Ik zet het nu eventjes in beeld. Er staat nu de naam van het liedje. Je moet hem echt even gaan opzoeken. Het is zo'n goed lied, jongens. Echt. Ik zit hier mee te douchen. Ik luister hier tijdens mee aan als ik aan het werk ben. Ik weet niet, altijd alsof ik in een bus zit. Dit liedje kan ik non-stop aan hebben. Want dit is zo'n goed lied. Oh. Zoals ik al zei, ik heb niet heel veel favorieten deze maand. Dus dit was het ook weer voor deze keer. Als je het toch weer een hele leuke video vond, doe dan eventjes een duimpje omhoog op deze video als je het leuk vond. En wat zijn jouw favoriete dingetjes van de maand? Laat het eventjes weten hier in de reacties. Dus jongens, super bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie volgende keer weer hier op Aldi's Games. Tijdens de Aldi's December Days. Of een andere video natuurlijk. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.